Junior Eurosong is voor één een nogal, laten we zeggen, wisselvallig programma als het gaat over de kijkcijfers. De ene week heb je er relatief weinig, de andere week opeens heel veel. Hoe schatten jullie eigenlijk die evolutie in? Zijn jullie daar tevreden mee? Ik denk dat... Ik ben daar heel tevreden mee. En dat is echt, ik meen dat echt. Ik ben daar heel tevreden mee, omdat ik denk dat het op adult entertainment, maar voor families, dat je met dit soort tv-programma's een maximum bereikt. Om de eenvoudige reden dat het vooral families met kinderen zijn die op dat moment naar het tv-programma gaan kijken. En anderen daar niet noodzakelijk veel interest in hebben om daar naar te kijken. Dus die zullen minder geneigd zijn om naar zo'n programma te kijken. Maar ik vind wel dat het perfect past in onze opdracht. En dat het daarom zijn resultaat haalt wat het verdient te halen. Blijft dat ook niet de eeuwige discussie tussen enerzijds het is een programma bestemd louter voor de jeugd en anderzijds eerder de VRT-strekking dan het is toch een programma dat familiegericht moet zijn? Ja, je hinkt daar niet echt op twee benen, want ik vind dat als je de show zelf bekijkt, dan zit je eigenlijk in volwassen familie-entertainment. Daarom dat het ook opeens staat. Het heeft niet enkel en alleen die kids-inslag. Ik denk dat volwassenen met heel veel plezier naar dit programma kunnen kijken, maar dat zal een stukje groter zijn als ze zelf kinderen hebben. Het Internationale Junior Song Festival heeft amper nog 13 deelnemers. Ik heb de indruk dat heel die evolutie zich ook een beetje vertaalt naar Vlaanderen. In die zin, de kijkcijfers fluctueren, de persbelangstelling is toch wel iets minder dan de eerste jaren. Denken jullie dan ook niet van, hier komt een eind aan dit verhaal? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we onze toekomst in het... grote Junior Songfestival enkel en alleen moeten afwegen tegen een stukje kritische factor. En de kritische factor voor ons blijft momenteel eigenlijk nog Nederland. En omdat Nederland eenzelfde taalgebied is en nog altijd deelneemt aan het Junior Songfestival. Dus geen reden om daarom af te haken. Als ik het goed begrijp, mocht Nederland morgen zeggen wij doen niet meer mee, dan is de kans groot dat één ernstig overweegt om het ook niet meer te doen. Dan mag je off the record aan mij vragen, maar on the record ga ik u daarvoor doorverwijzen naar onze netmanager die daar de glazen bol in zijn handen heeft.